Jodem gasten, op vele verzoek komt na 2 jaar eindelijk weer de serie In het Echte Leven terug. En vandaag is Snapchat aan de beurt met Snapchat Het Echte Leven. Alles wat ik het uitbeelden ben staat in de rechteronderhoek van deze video. Heel veel kijkplezier bij Snapchat Het Echte Leven. Eindelijk. Meneer, ik heb een foto voor je. Waarom zou ik een foto willen van jou thuis op je bank? Terwijl je niks doet. 4, 3, 2... 1. Zo, heb jij nu een foto voor mij? Nee, wat ben jij voor weirdo, man? Lekker kinderachtig hoor, ik geef jou toch ook een foto, of niet? Waar ik niet eens op vroeg, maar oké, hier heb je mijn foto, laat me met rust. Tof, hoe lang mag ik er naar kijken? Weet ik veel, zolang als je ernaar wil kijken, het is nu jouw foto. Oh, nee, zo werkt Snapchat niet. Hoeveel seconden mag ik er naar kijken? Weet je wat, doe maar 5. Oké, top. 5. 4, 3, 2, 1. Wow, wat doe je nu? Dat hoort bij Snapchat. Je foto is nu poef weg. Haha, we zien hem nooit meer terug. Ik snap het gewoon niet. Hey, zei iemand hier al snap? Nee, hè? Ik zei ik snap het niet. Oh, maar in dat geval hier. Wat snaps van mij? Ah, heerlijk. Ik haat mensen die niet op Snapchat zitten en daarom niet mijn leven volgen. Verschrikkelijke mensen. Ik ook! Dan moet ik alles wat ik al heb verfilmd gaan uitleggen aan mensen omdat hun geen Snapchat hebben. Zeg, is het niet veel leuker om met elkaar te praten dan alleen maar elkaars foto's te bekijken? Wat heet dat? Uit welk jaar kom jij? 2015 of zo? Ja. Want het is 2015. Nee hoor, wij hipsters leven al in 2016. Ja, maar waarom maak je allemaal foto's met je hoofd doorgekrast, de helft van je hoofd, een raar lichaamsdeel wat ik niet kan plaatsen, weer je hoofd doorgekrast en, oh, verrassend, weer je hoofd doorgekrast. Gewoon, ik vind mezelf lelijk. Waarom maak je dan een foto van jezelf als je jezelf haat? Je kan alles fotograferen, echt alles wat je ziet en je fotografeert jezelf. Maak dan geen foto van jezelf. Wow, doe even rustig man. Weet je wat? Luister naar mijn Snapchat verhaal, oké? Dat relaxed is ontspannend, je wordt helemaal vrolijk. Ik werd vanochtend wakker, ik stap lekker mijn bed uit, weet je wel. Lekker naar de keuken, lekker zeg. Naar beneden. Ben daar aan het rondkijken. Ik denk dus bij mezelf, kan je het je indenken dat mijn vader gaat? Persoonlijk is dat moeilijk, weet je wel. Ik kan dat vader toch nog naar. En toen kwamen we dus met die bever thuis. Dat is niet normaal. Prachtig verhaal, ja. Super. Die man daar, oh, die is nog erger dan Barry. Die klikt zo door je hele verhaal heen. Oh ja, Barry, leeft hij dan nog? Ja, natuurlijk, Barry leeft nog. Maar antwoorden? Oh, maar dat doet hij niet. Hij is zo iemand die alles leest, maar nooit antwoordt. Fuck jou, Barry. Ik had een kaart thuis van 10 oog en toen stuurde ik hem een keer een naaktfoto. Waarom doe je dat nou weer? Nou, ik kan me goed concentreren, dus ik kan makkelijk zo'n kaart thuis bouwen. Vandaar. Trouwens. Wat? Hier. Ja, wat snaps van mij. Oké. Oh, je ontbijt. Je lunch. Je snacks. Je avondeten. Het is alleen maar eten. Waarom stuur je me eten? Ja, nice hè. Allemaal eten. Als jij je eten fotografeert, moet ik nice vinden? Nee, dat is niet nice. Als ik een pannenkoek eet, maak ik er geen foto van. Zeg, zei jij daar nou net pannenkoeken? Hè? Zei je dat? Ja. En zat er op die pannenkoek als ik vragen mag? Nou, gewoon. Het was een pannenkoek met wat stroop. Nou. Naast de stroop iets anders. Dat dan lekker oprollen en gewoon, ja. Hey. Sorry, ik moet thuis even een schone onderbroek ophalen nu. Hier, een foto om je op te vrolijken. Oké. Voor het eerst, deze is wel echt grappig, oké? Zie je wel? Perfect. Nice. Wow, was dat een screenshot? Jazeker, dat was een screenshot volgens mij. Ja, dat was echt een screenshot, hè? Oh man, gaat het wel wat met jou? Wat denk je zelf? Mijn vertrouwen is weg in de hele mensheid, in Snapchat en alles. Ja, ik kan me helemaal indenken. Een moet je screenshot nu doen? Op mijn foto! Ik geef je wel een filter, dat vrolijkt je wel op. Dat is heel erg lief, dankjewel. Ik had het niet gedacht. Vind ik heel fijn. Hey, what the fuck? Zit je bijna onder te tekenen? Nee, niet bewegen. Nu klopt de tekening niet meer. Blijf stilstaan, oké? Man, waarom doe je zo gemeen? Ah, kom op, hé. Weet je wat? Om het goed te maken, jij ziet eruit als een coole kerel, krijg jij van mij een hele mooie Snapchat sticker. Deze is leuk, ja. Waarom een sticker? Ik geef je een sticker om het goed te maken, ja? Stop met die stickers op mijn scherm. Ik ben er klaar mee. Ik ben hier weg. Dan ben jij er nog, hè? Hier. Krijg jij een leuke tekening? Nee, ik geef die van mij. Stop hiermee.
Oké, weet je wat? Ik ben weg hier. Zo. Helemaal alleen. Nou ja, hij is natuurlijk ook nog. Hey, hier heb je een foto. Voor mij. Oh. Wacht even. Voor jou. Maar ik dacht dat jij nooit antwoordde. Ik stuur ook geen alledaagse foto's. Oh ja, nou ik kan wel wat hebben hoor. Ik hou wel van een beetje abstracte kunst. Dit is geen kunst. Dit is een foto van je lul. Ik ben weg hier. Poesie. Banjo Movies every Sunday at 2:00.